Met de Virtual Research Environment gebruik je eenvoudig verschillende preserveringstools. In deze tutorial zal ik je uitleggen wat de VRE precies is en zal mijn collega Remco je uitleggen hoe je deze installeert en gebruikt. Deze stappen zijn ook uitgebreid terug te vinden in de online gids, dus pak deze er ook gerust bij. Maar eerst, waarom gebruiken we nou eigenlijk preserveringstools? Om digitale objecten en collecties goed te kunnen archiveren, moeten deze aan enkele eisen voldoen. Dit proces van voorbereiden en controleren noemen we ook wel de pre-ingest. Hierbij kan je denken aan een viruscheck, metadata, maar ook willen we graag weten wat voor soort bestanden je nou hebt en of we extra technische metadata kunnen vinden. Dit noemen we in ons vakgebied ook wel identificatie, validatie en metadata-extractie. Om deze processen te automatiseren gebruiken erfgoedinstellingen preserveringstools. Deze tools helpen de digitaal archivaris om inzicht te krijgen in de kwaliteit en inhoud van de digitale collecties. Op basis hiervan kan er vervolgens bepaald worden welke acties nodig zijn voor langdurige preservering. Er zijn echter wel honderden preserveringstools beschikbaar. Waar start je? In 2020 heeft de Open Preservation Foundation in opdracht van het netwerk Digitaal Erfgoed de Virtual Research Environment ontwikkeld. Zo kan jij als beginnende gebruiker verschillende populaire preserveringstools proberen. De Virtual Research Environment, VRE in het kort, is een makkelijk te installeren open source applicatie. Hiermee kun je enkele populaire preserveringstools proberen, zonder dat je deze eerst zelf hoeft te installeren. De VRE is een virtual machine. Een virtual machine is eigenlijk een ander besturingssysteem dat je als venster in je eigen besturingssysteem opent. We noemen het eigen besturingssysteem de host en de tweede noemen we de guest. In dit geval is de VRE een guest, een Linux besturingssysteem met daarin de al geïnstalleerde tools. We gaan nu stap voor stap laten zien hoe je zelf met de VRE aan de slag kan. Hiervoor heb je een klein beetje technische kennis nodig, maar eigenlijk is de installatie vrij eenvoudig. Zo, we gaan aan de slag met de VRE. Om de VRE te installeren, moet je nog een paar bestanden downloaden. In de beschrijving bij deze video staan de links. Een van deze bestanden is de VirtualBox applicatie. Daarmee kun je een virtuele machine draaien binnen je besturingssysteem. Je eigen besturingssysteem is dan de host en de virtuele machine de guest. Het .ova bestand is die VRE. Daarin vind je een Linux besturingssysteem met de voorgeïnstalleerde preservation tools. Om de VRE te kunnen draaien, moet virtualisatie zijn ingeschakeld op je computer. Daarmee kun je een besturingssysteem draaien binnen je bestaande besturingssysteem. Soms is die optie uitgeschakeld. Hoe je dat controleert en inschakelt, vind je in de online gids op de website. Op een Mac is het vaak niet nodig virtualisatie in te schakelen. Heb je de bestanden gedownload en staat virtualisatie aan, dan kunnen we verder gaan met de installatie. Maak eerst een map aan met een handige naam, zoals VRE. En zet daar de bestanden in die je wilt gebruiken bij de analyse. Maak liever geen gebruik van een bestaande map, want daar zouden bestanden in kunnen staan die je nog nodig hebt en die je niet wilt aanpassen of verwijderen. Open dan het installatiebestand van VirtualBox en volg de instructies op het scherm. Als VirtualBox geïnstalleerd is, kun je ook het Extension Pack installeren en volg ook daar weer de instructies op het scherm. Dan heb je nu alles gedownload en geïnstalleerd en kunnen we de VirtualBox app opstarten. Als VirtualBox draait, kun je de OVA gaan importeren, oftewel de VRE. Druk op Bestand, Appliance, Importeren en kies het .ova bestand. Je kunt de instellingen van de virtuele machine altijd aanpassen, zodat hij niet te veel rekenkracht of geheugen gebruikt van je fysieke computer. Lees daarover meer informatie in de online gids. In de instellingen kun je ook een gedeelde map maken. Dan kun je bestanden van jouw computer in de virtuele machine gebruiken. Dat doe je door de VRE te selecteren en naar het kopje gedeelde mappen te gaan. Eenmaal in dat scherm
klik je op het blauwe mapje met de groene plus ervoor en kies daar via pad naar map de map die je net hebt aangemaakt, die ik VRE noemde. Zet een vinkje bij alleen lezen, zodat je niet per ongeluk bestanden verwijdert of beschadigt als je in de virtuele machine zit. Zet ook een vinkje bij automatisch koppelen. Druk dan op OK. Nu is je gedeelde map voorbereid. We kunnen de VRE gaan opstarten. Klik op het groene pijltje met het woord start eronder om hem op te starten. Als je gevraagd wordt om een wachtwoord in te voeren, vul dan bij gebruikersnaam en wachtwoord allebei Vagrant in. In de VRE zie je de gedeelde map met bestanden. Het kan handig zijn om die bestanden te kopiëren naar binnen de VRE. Maak dan bijvoorbeeld op de desktop van de VRE een nieuwe map aan en kopieer daar de bestanden van je gedeelde map naartoe. Zo, dat was de installatie van de VRE. We kunnen hem nu gaan gebruiken. Je kunt trouwens altijd de VRE afsluiten en later opnieuw opstarten. Dat doe je via het startmenu en dan de optie Power Off te kiezen. Hoe werkt de VRE nu in de praktijk? Dat laten we je zien aan de hand van een paar voorbeelden. De bestanden van deze voorbeelden vind je ook via de link. Ik begin met het programma Droid. In Droid voeg ik de bestanden toe die ik wil gaan analyseren. In dit geval identificeren, want Droid is speciaal bedoeld voor het identificeren van bestandsformaten. Kies de map met bestanden en laat Droid die inlezen via de knop Add. Als deze bestanden zijn ingelezen, druk je op de knop Start en Droid gaat ze analyseren en proberen te identificeren. In Droid kun je vervolgens in de tabel zien dat hij allerlei informatie over het bestandsformaat van deze bestanden heeft gevonden. Meer uitleg hierover vind je in de handleiding van Droid. Een tweede voorbeeld is de tool Jove, de JSTOR Harvard Object Validation Environment. Aan de naam hoor je al dat het een validatietool is. Droid voor identificatie, Jove voor validatie. Oftewel zijn ze correct opgeslagen. Start de tool. Als je al weet wat voor bestandsformaat een bestand heeft, kies in Jove dan de bijbehorende module. Vervolgens kies ik via File Open het bestand dat ik wil valideren of ik sleep het bestand op de grafische gebruikersinterface. Jove laat je nu zien of het bestand valide is of dat er foutmeldingen zijn. Hierover vind je meer uitleg op de website van Jove. Dit waren natuurlijk twee eenvoudige voorbeelden, maar voor de digitale archivaris zijn deze tools echt onmisbaar. Ga er vooral zelf mee aan de slag. En heb je nog vragen? Neem dan contact op met het Netwerk Digitaal Erfgoed.